Als ik dan kijk naar de evolutie van Business and Society 10 jaar geleden en vandaag, dan kan ik toch een paar dingen vaststellen. Enerzijds is er een belangrijke professionalisering opgetreden, wat ook normaal is. Het is ook een evolutie die maatschappelijk zich heeft voltrokken. En dus vandaag kan Business and Society echt wel erkend worden als het platform op vlak van corporate social responsibility. Tegelijkertijd is er ook vandaag het bewustzijn, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er innovatief moet opgetreden worden. Omdat net Business Society die vlag draagt, is het ook belangrijk dat ze die gaat uitstralen naar buitenuit. En dat ze dat voornamelijk doet op vlak van innovatieve initiatieven die uit het buitenland komen of die uit een of andere industrie naar boven komen. En dat is ook wel heel opnieuw een evolutie die sterk te noemen is en waar we de duurzaamheid van Business and Society zelf mee kunnen verbeteren. Ik denk dat de belangrijkste evolutie die vast te stellen is op vlak van de plaats die CSR vandaag inneemt in België en de verdiensten daarvan ook van Business and Society uiteraard, terug te vinden is in het feit dat het niet meer gaat over willen we dit via een wettelijk kader invoeren, hebben we de overheid echt nodig als instantie, maar wel het feit dat de bedrijfswereld, de privésector, maar ook de overheidssector zelf initiatieven ontwikkelt die binnen de strategie gaan passen. En dat is denk ik de grootste verdienste die er is gebeurd en waartoe uiteraard Business and Society voor België een belangrijke steen heeft bijgedragen.